Nou ja, ik heb wel een technisch verhaaltje. Oh, cool. En dat is eigenlijk ook wel een soort van... Ja, je kan je afvragen of content altijd perfect moet zijn... of dat er zoiets als iets is als goed genoegen content. Oh. In dit geval heb ik het over plaatjes. Oh ja. Je hebt nu tegenwoordig heb je iPhones en Apple... of wat die iPads en ook de nieuwe MacBooks van Apple. Die hebben zogenaamde retina displays. Ja. Dat betekent volgens mij eigenlijk dat er... 2 pixels worden gebruikt om 1 pixel weer te geven. Als je het simpel bekijkt. Dus alles wordt veel scherper. Je kan de pixels kan je eigenlijk niet meer met het blote oog onderscheiden. Nee. Nou, een van de... Dus wat daardoor wordt bijvoorbeeld dingen als tekst worden super scherp. Dus dat leest echt heel erg lekker. Ja, vooral voor boeklezen schijnt het ontspannender te werken. Ja. Het punt ermee is alleen dat plaatjes... Mm-hmm. De standaard plaatjes die op websites staan, die zien er ineens blurry uit. Dus die zijn minder mooi. Omdat, die zijn dus niet zo scherp. Die zijn niet die hele hoge resolutie. Oh, maar dat is heel erg raar. Want je zou zeggen dat, hey, je maakt die plaatjes en ze worden niet vergroot of zo. Nee, maar ze gebruiken dus niet 2 pixels, 2 pixeltjes om een pixel weer te geven. Dus het internet heeft een extra resolutie erbij gekregen. Ja. Wat de hel, joh. En wat een beetje... Dus daar zijn dan oplossingen voor. Die worden nu heel veel wordt daarover geschreven. Van we willen wat je gewoon moet doen, zeggen ze dan. Is het plaatje 2 keer zo breed, 2 keer zo hoog maken. En dan... weer 2 keer zo klein weergeven. Nee. En ja, dat werkt. Het wordt super scherp op retina schermen. Echt super scherp. Maar dan heb je bandbreedte probleem. Ja, want je website is 2 keer zo groot geworden. 4 keer zo groot. 4 keer zo groot, ja precies. Elk plaatje wordt 4 keer zo groot. Dus dat is echt een... wezenlijk performance probleem. Ja. En dus wat ik me afvroeg, van ja, weet je, ten eerste is het wel nodig, want ik denk dat in de meeste gevallen, op de meeste sites, zijn plaatjes illustratief ter ondersteuning van de tekst, maar niet echt de wezenlijke content. Mm-hmm. En een beetje een blurry plaatje, dat doet het ook. Weet je, dat soms zijn ze gewoon echt puur. Als helemaal niet eens illustratief, maar gewoon decoratief. Ja. Ja, in dat soort gevallen kan het natuurlijk helemaal met een blurry plaatje. Maar dat is best een... Dus de adviezen zijn nu van maak ze 4 keer zo groot. Ja. En, maar waarom? Zeg maar, wie willen ze dan bedienen? Mensen die op zo'n afstand van een Mensen met zo'n beeldscherm. Ja, die hebben een duur beeldscherm gekocht en dan wordt het web ineens lelijker. Ja. Dat is wel wat er gebeurt. Hè? Dat is op zich wel leuk. De plaatjes worden lelijker. Ja. En nou, ik zat er dus over na te denken. Ik dacht, nou ja, kijk, voor een site als Flickr of 500px, daar zou je dat nog best wel kunnen doen. Dat je zegt van we gaan die foto's gaan we wel 4 keer zo groot weer. Als we een retina display detecteren, mm-hmm. geven we gewoon een 4 keer zo groot plaatje weer. Want het gaat om de plaatjes op dat soort sites. Of een persoonlijk portfolio site. Hier kan ik me ook nog zoiets bij voorstellen, mm-hmm. dat je zoiets gaat doen. Ja. Maar bij een normale content site zie ik er geen enkele reden. Maar dan heb je ook nog iets wat daartussenin zit. En toen dacht ik, zou het misschien werken dat als ik een plaatje 1,5 keer zo groot maak... Dan wordt het ietsje scherper. Wordt hij dan ook scherper. En het wordt scherper. Oké, je hebt het uitgeprobeerd. Ik heb het uitgeprobeerd. Oh, tof. En een testpaginaatje gemaakt. En eigenlijk wat mensen zeggen van ja... Die 2 keer zo groot wordt, is scherper. Mm-hmm. Maar die 1,5 keer zo groot is duidelijk ook scherper. Ja. Dan de blurry variant. En is dat dan misschien goed genoeg? Ik heb dan misschien nog wel een extra idee. Vroeger, toen ook bandbreedte bij televisie heel erg belangrijk was... Ja. Maakten ze dus... De plaatjes moesten ze heel erg klein maken, want ze hadden het signaal moest heel compact zijn. Ja. Dus wat ze deden is, om het lijntje zonden ze geen plaatje uit. Was het zwart? Ja, was er gewoon niks. Dat is ook een manier om animated GIFs te optimaliseren. Ja, precies. Ja. Ja. Dus als je het plaatje in zijn ruwe formaat bekijkt, dan heb je eigenlijk meer... Dan ziet iedereen er heel breed uit en is alles heel erg plat gemaakt. Ja. Maar als je dan oprekt en dan interpoleert, dan blijft het soort van zijn scherpte behouden. Alleen het is niet... Maar op een afstand. En het punt met deze devices is dat je ze dichtbij hebt. Ja. Dus je ziet... Nou ja, niet die laptop.
Ik begrijp het eigenlijk nog niet van de laptop hoor. Voor fotografie denk ik van nou, dat kan nog meerwaarde hebben. Dat je er dan ook wat dichter op gaat zitten. Maar de afstand is gewoon heel erg anders, denk ik. Ja, ja. Ja. Maar goed, dat zeiden we ook van HD. Dus wie heeft nou full HD nodig? Nou, niemand. Dat... Je ziet het verschil ook. Nou, een normaal mens ziet het niet echt. Nee. Het is ook niet echt dat. En weet je, je ziet het, en dat vond ik ook. Met die, toen ik de eerste iPad, de nieuwste iPad zag, mm-hmm. zag ik niet echt dat er een dat die scherper was. Yeah. Pas toen ik er echt op ging letten. En vooral toen ik hem naast mijn eigen iPad legde, toen zag ik het duidelijk. Dan ja, zie precies, je het ja. gewoon. Dus ja. als je het naast, als je het kan vergelijken, dan valt er op dat iets niet scherp is. Maar als je geen vergelijking hebt, nee, dan dat is het gewoon scherp genoeg. Dat is waar, ja. Maar dus de foto's die niet geoptimaliseerd zijn, daar zie je het wel aan. Dus ja. die zijn wel blurry. Dus dat is wel een... Het is net als een PDF dat je de tekst heel erg scherp ziet, maar ja. dat de illustraties puntjes vertonen of wat ook. Ja. Ik vraag me nog steeds af waarom Apple het retina-scherm heeft geïntroduceerd. Ik begrijp dat het lezen dan prettiger is, het maar consumeren. Maar ik denk vooral dat zij ook een soort van... Dat ze een markt proberen open te breken. Dat ze iets teweeg proberen te brengen. Net zozeer dat ze dat ook deden met de apps. Dat je dus een heleboel meer webverkeer hebt die heel erg anders is. En in dit geval ook dat HD-video ook echt een goede plek gaat krijgen op het internet. En zo ook voor HD-visuals. Maar het is toch gewoon de wens om dingen beter te maken... Ja, ik vraag me af, want het is nooit uit een behoefte geboren bij Apple. Het is altijd van, we willen graag alles beter maken, wat jij zegt. Maar ja, ik vraag me ook echt af of mensen, ook als je ziet wat de eerste reactie was op de retina-schermen, waren zo van, ja, naast elkaar snap ik het. Maar als ik het gewoon bekijk op normale afstand, meh. Nou, bij een iPhone niet. Bij een iPhone was echt wel te zien. Nee, maar, precies, ja, maar een iPhone die gebruik je zo. Die zet je met je neus erop. Ja. Voor de luisteraars. Ja. Maar wat ik grappig vind aan wat Apple heeft gedaan... Want de strijd om hoge resoluties is er altijd geweest. Ja. En dus wat maar dit heeft nogal wat implicaties. Wat hardwarefabrikanten tot nu toe deden... was meer pixels in een schermpje stoppen. Ja. En wat Apple heeft gedaan, die heeft gezegd... nee, we doen alleen maar verdubbelen van pixels. Waardoor we eigenlijk niet... Ja, het oppervlak blijft hetzelfde. Het aantal puntjes verhoogd. Ja. Maar de websites worden niet twee keer zo klein. Die blijven dezelfde grootte. Ja. Ja. Dat is echt wel interessant. Dat is een hele andere aanpak dan, dan andere fabrikanten. Ja, het is ook echt een verdubbeling telkens. Het is de papieren aanpak, hè? Hoe heet dat? Waar vroeger printers 150 dpi deden. Ja, dat werd, de eerste laserprinters. En nu is het 300. Ja. En dan wordt alles inderdaad scherper. Ja. Maar je hoeft dus ook niks aan te passen. Dat is het. Nee, het schaalt automatisch mee naar mooie reële voor. Ik vind het wel... ik snap het wel. Het wordt gewoon scherper. Dus het wordt beter, het wordt mooier. Maar het heeft dus vier keer zoveel bandbreedte nodig... voor als je het echt mooi wil maken. Ja. Het blijkt dus echt dat magazines... je hebt nu al die iPad-magazines. Mm-hmm. Hoe die in de vorige resolutie werden... aangeboden was het al vaak iets als 250 MB of zo voor één magazine. Als je dat nu dus gaat, als je daar echt goede hoge resolutie plaatjes in gaat stoppen en filmpjes, dan worden ze al gauw een paar gig. Ja, precies, ja. En iPad heeft niet zoveel gig, dus dan wordt het een beetje onmogelijk. Hey, dat niet alleen, maar als je ook kijkt naar de bandbreedte, hè, zo'n 3G bandbreedte ding. Goed, we kunnen nog wel even, weet je wat, we geven de communicatieindustrie nog even een extra schop. Ja. Want die hebben precies het tegenovergestelde gedaan dan de techniek eigenlijk vereist. De techniek die zegt van, we willen hogere kwaliteit, betekent meer bits over de lijn. Ja. En de communicatieindustrie heeft gezegd van, oh jee, dat past allemaal niet over ons 14x4 lijntje. We gaan alles weer verminderen. De telecom aanbieders die moeten... Dat is misschien wat Apple ook wel doet. Die zegt van, nou, telecom aanbieders, schiet eens even op. Ja, dat bedoel ik ook. Werk een beetje, eens even door. Ja. Lever eens de diensten die mensen willen hebben. Ja. En investeer in goede infrastructuur. We hebben meer en beter nodig. Ja, investeer voornamelijk. Het is gewoon waar. We hebben betere dingen nodig.
Maar op dit moment... Weet je, eerste wereldprobleem natuurlijk. Maar. Als je dan op dit moment met een high-end telefoontje, een iPhone, in de trein zit. Ik zie daar toevallig een trein rijden. Oh, ja. Dan word je niet blij als de website-aanbieder heeft besloten dat jij 4 keer zo grote plaatjes moet krijgen. Nee. Ik heb vast wel eens in Nederland geprobeerd om met 3G iets binnen te halen. Dat is gewoon